Ja, daar zijn we weer met deze giveaway video voor de zesde keer. Want wat we inmiddels allemaal wel doorhebben is dat er op mijn kanaal een probleempje is. Als mensen dus een reactie willen posten waar een hashtag in zit, verdwijnen bijna al die reacties. En dat is een beetje lastig als je een giveaway doet waarbij mensen een berichtje moeten posten met een hashtag erin. Dus we gaan het nu gewoon voor de zesde keer opnieuw proberen zonder een hashtag. Heel veel succes! Er is er een jarig, hoera! Hoera, want het is 30 september, dus dat ben ik. Ja, ik ben 32 jaar geworden, dus weer een jaartje erbij. Maar niet alleen in leeftijd, maar ook in Sims-ervaring. Want toen ik 13 was, kreeg ik dus voor mijn verjaardag een Furry Record Shop bon. Ben ik daarmee naar de winkel gegaan en heb ik dus de Sims Super Deluxe gekocht. Echt nog Sims 1. 19 jaar geleden alweer trouwens. Dus dat betekent volgend jaar dat ik 20 jaar Sims speel. Maar voor mij is dus de Sims ooit begonnen op mijn verjaardag. Gewoon weer een jaartje Sims-ervaring erbij. En nou wil ik deze Sims-liefde, deze Sims-verjaardagsliefde met jullie delen. Want ja, ze zeggen toch altijd, wie jarig is, trakteert. Met dank aan EA kan ik twee van jullie blij gaan maken. Een gloednieuwe Sims 4 speler en al een bestaande Sims 4 speler. Want voor een gloednieuwe Sims 4 speler heb ik in de aanbieding een Sims 4 Origin basisspelcode. Met de Sims 4 Retro Outfit Kit erbij. Dus je krijgt en het Sims 4 basisspel. Kan je lekker ook Sims 4 gaan spelen. Plus meteen een van de kitpakketten erbij. Retro natuurlijk, want jaren 80, daar kom ik vandaan. En voor al een bestaande Sims speler heb ik ook een Sims 4. Sims 4 Retro Kit in de aanbieding. Wil je kans maken? Let dan vooral goed op wat je moet doen. Jouw deelname is jouw verantwoordelijkheid. Uiteraard geabonneerd zijn op mijn kanaal en zorg ervoor dat dit dus op openbaar staat. Ga in jouw eigen accountinstellingen onder het kopje privacy even kijken of je hem niet toch op privé hebt staan, want dan kan ik het niet zien. Laat hieronder de video ook een reactie achter. Ten eerste, vertel gewoon een hele leuke verjaardagsherinnering die je hebt. En in mijn geval, een van de leuke verjaardagsherinneringen die ik heb, is dat ik het vorig jaar voor het eerst op stream heb gevierd. En dit jaar weer. Dus dat vond ik wel heel tof om dan samen met leuke meiden cupcakes te gaan bakken op stream en het te vieren met de community. En boter? Ja, ik moet vragen. Helemaal de kleur. Heb je wel botering gedaan? Nee! 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 Volgend jaar moet het dan echt. Moet volgend jaar! Het begint nu al over volgend jaar! Maar ik ben ook benieuwd, wat is een leuke verjaardagsherinnering die jij hebt? En als laatste, ben jij dus de gloednieuwe Sims-speler die wil kans maken op het basisspel met Retro Outfit Kit? Typ dan nieuw erbij. En heb jij al de Sims 4 en ben jij gewoon aan het meedoen voor alleen de Retro Outfit Kit? Typ dan retro in de reacties, want dan kan ik heel goed zien wie dus echt meedoet voor het basisspel met de Retro Outfit Kit erbij en wie dus alleen meedoet voor de Retro Outfit Kit. Alle reacties die geldig zijn, die dus aan alle voorwaarden voldoen en tot en met 12 november gepost zijn, die maken dus kans. En dan de week daarop maak ik de winnaars bekend. Ik ben heel benieuwd naar jullie berichtjes. Ja, tot snel met de uitslag en een hele bijzondere, fijne 30 september allemaal. Doeg!